Eigen Haard en Gemeente Amsterdam werken samen aan het verbeteren van de dichtersbuurt. We gaan de huizen aanpakken en ook de openbare ruimte. Dat zijn bijvoorbeeld de straten en het groen. Er zijn twee mogelijkheden om de buurt aan te pakken. In deze presentatie leggen we uit wat de twee opties inhouden. Als bewoner kent u de dichtersbuurt goed. We willen in onze plannen voor de buurt graag gebruik maken van uw kennis en ideeën. Daarom mag u kiezen welke van de twee mogelijkheden u het beste vindt. De optie die de meeste mensen kiezen, werken we verder uit. De meeste stemmen gelden. We willen wel dat er minstens een kwart van de bewoners meedoet. Dus laat vooral uw mening horen. Waarom gaan we de dichtersbuurt eigenlijk vernieuwen? Daar zijn een paar redenen voor. De eerste reden is dat de huizen er slecht aan toe zijn. Veel bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Daarnaast vinden veel mensen de huizen te klein. We willen niet alleen de huizen, maar ook de straten en het groen in de buurt verbeteren. Ten slotte willen we meer huizen en meer verschillende soorten huizen bouwen, zodat er straks verschillende soorten mensen in de dichtersbuurt kunnen wonen. We hebben tot nu toe twee plannen om de dichtersbuurt aan te pakken. We willen graag van u horen wat u de beste vindt. Optie 1 is dat we alle huizen slopen en opnieuw terugbouwen. Optie 2 is dat we een deel van de huizen slopen en opnieuw bouwen en een deel van de bestaande huizen grondig opknappen. We pakken dan bijna alles in huis aan, bijvoorbeeld de keuken, badkamer, de ramen en ook de indeling van het huis. Eigenlijk blijft alleen de gevel er hetzelfde uitzien. U ziet nu eerst onze ideeën. De ideeën die hier bij optie 1 staan, gelden ook voor optie 2. Die optie bespreken we hierna. We bouwen nieuwe appartementencomplexen van 2 tot 7 verdiepingen hoog. Elk appartement heeft een buitenruimte, zoals een balkon of tuin. Er komen 2 parkeergarages voor bewoners. Op straat zijn minder parkeerplekken. Bezoekers kunnen wel op straat parkeren. Aan de Slotermeerlaan komen iets meer winkels en bedrijven. We willen dat er minder ruimte komt voor auto's en meer ruimte voor groen. De Henriette Roland Holstraat wordt groener en er komt een buurtkamer. Voor alle tweede plannen willen we uitzoeken of we een ontmoetingsplaats kunnen maken. Een fijne plek buiten en midden in de wijk om andere buurtbewoners tegen te komen. Bij optie 1 is dit hoe de buurt er ongeveer uit komt te zien. Deze optie houdt in dat we alle huizen slopen en opnieuw bouwen. Bij optie 2 laten we 2 hofjes staan. Daar staat een cirkel omheen. Verder lijkt optie 2 veel op optie 1 die u hiervoor zag. Alle plannen die u dus hiervoor zag gelden ook voor deze optie. Er zijn een paar verschillen. Bij deze optie laten we 2 hofjes met huizen staan. Het zijn de hofjes die het meest aan het water liggen. Deze huizen knappen we heel grondig op. We pakken bijna alles in huis aan. Bijvoorbeeld de keuken, badkamer, de ramen en de indeling van het huis. Ook voegen we woningen samen. Dus beneden- en bovenwoning wordt 1 huis. Eigenlijk blijft alleen de gevel er hetzelfde uitzien. Bij sommige woningen verplaatsen we de voordeur naar de buitenkant van het hof, dus naar de andere kant van het huis. Dit zorgt voor een veiliger gevoel in de buurt. Bij deze optie blijft het karakter van de dichtersbuurt zoals die nu is bestaan. Dit komt omdat de gevels van de hofjes er hetzelfde uit blijven zien. Er is nog een verschil tussen de twee opties. Namelijk het aantal huizen dat er straks in de dichtersbuurt is. Bij optie 1, slopen en nieuwbouwen, slopen we alle 426 woningen. Er komen precies evenveel sociale huurwoningen terug.
Daarna komen er ook ongeveer 212 middeldure huurwoningen en 212 koopwoningen. In het totaal komen er 850 huizen in de dichtersbuurt. Bij optie 2, waarbij we twee hofjes laten staan, komen er iets minder sociale huurwoningen. Op dit moment zijn er 426 sociale huurwoningen. Daarvoor komen er 320 terug. Daarnaast komen er ongeveer 215 middeldure huurwoningen en 215 koopwoningen. In het totaal komen er 750 huizen in de dichtersbuurt. Wat betekenen deze plannen voor u? Voor alle tweede opties gelden een paar dingen. U kunt niet terug verhuizen naar uw huidige woning, maar wel naar een andere woning in de dichtersbuurt. U moet tijdens de werkzaamheden verhuizen. U heeft daarvoor drie mogelijkheden. 1. U kunt tijdelijk verhuizen en daarna terugkeren in een woning in de dichtersbuurt. 2. U kunt definitief verhuizen naar een ander huis in een andere buurt. 3. Sommige bewoners kunnen in één keer verhuizen van hun huidige huis naar een andere woning in de buurt. U krijgt voorrang om te verhuizen. Dit heet stadsvernieuwingsurgentie. En u krijgt één keer een verhuisvergoeding. We horen graag wat uw mening is over de plannen en welke van de twee opties u het beste vindt. De optie die de meeste stemmen krijgt, werken we verder uit. U heeft een folder en brief gekregen. Daarin leest u meer uitleg over de plannen. Ook staat daarin hoe u uw mening kunt geven. Dit kunt u tot uiterlijk 29 juni doen. Heeft u nog vragen? Kom dan langs op een van de inloopbijeenkomsten. Donderdag 23 juni van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Of zaterdag 25 juni van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. We staan dan in het hofje aan de Leopoldstraat. Er zijn medewerkers van Eigen Haard en van gemeente Amsterdam om uitleg te geven. U kunt hier ook uw keuze voor een van de twee opties doorgeven. Er is iemand van het Centrum voor Woononderzoek om u hierbij te helpen.